Dag allemaal, hier de bespreking van tekst 22b en van de methode Disco. De dood van Gaius Gracchus. Je weet wel, de broer van Tiberius Gracchus, die zulke radicale landhervormingswetten wilde doorvoeren. Hij werd vermoord door de senatoren, die dat uiteraard niet wilden. Ja, het was een bloedige tijd. Gaius Gracchus, zijn jongere broer, wilde dat ook. Om voor de armen eigenlijk een nieuwe land te creëren. Maar ook Gaius Gracchus kreeg de senatoren tegenover zich. Hij wilde zich terugtrekken op de Aventijn om daar zich bij zijn aanhangers, die zich bewapend hadden inmiddels, om zich te beschermen, zoals gaat het verhaal, tegen de senatoren te voegen. Maar zijn vrouw wil niet dat hij weggaat, want die weet, dit wordt je dood. Want de consul gaat je doden. Het wordt een oorlogje. En dan gaan we lezen. Lacrimans dixit. Huilend, zei ze. Perfect, dit is een PPA participium van lacrimare. Uiteraard de NS-letters wijzen er altijd op, hè? Participium presens actief. Huilend, terwijl ze huilde. Zij ze, en het gaat over die vrouw. O gai te nec in rostra tribunum dimeto nec in bellum seradeos qui tiberium fratrum in caverunt. O gaius, o gaius, hè? Gai is de vocatieve daarvoor. Alle vormen worden op Ius, zoals Gaius, Lucius en dat soort dingen, hebben een vocatieve op I in plaats van op E. Dus bijvoorbeeld bij Marcus is het Marque, maar bij Lucius was Luci en bij Gaius wordt het Gaii. O Gaius, hier, ik laat je niet, nek zit hier, hè, niet gaan, of eigenlijk nog, want het is een nek, dus nog, niet en niet. Ik laat je niet gaan, je is hier, hè, T, als tribuun. Dus predicatief gebruikt, dan moet je met als vertalen, stond ook in ons aantekeningenlijstje. Naar de rostra, naar het spreekgestoelte, dat is een plek op het forum waar de senatoren eigenlijk altijd het volk toespraken, buiten, op midden op het forum. Nog naar de oorlog, dus, en ook niet naar de oorlog, maar naar hen, accusatief is meervoud mannelijk, van is, ea it, weet je wel, hij zei het, enzovoort. En dus naar hen die, dit is dan weer nominatief, je broer Tiberius, of Tiberius je broer, maar goed, laten we zeggen je broer Tiberius, neca verunt perfectum, hè, van necare, neca v perfectum stam erunt terpsum meervoud, hebben gedood. Of doden, hè, kan ook. Hier zie je een heel mooi voorbeeld dat, dit is het betrekkelijk voornaamwoord, dit is het antecedent waar dit dus naar terug verwijst. Zo heet dat, hè, het antecedent. Het woord waar dit naar terug verwijst. Dit staat in de nominatieve, want dit is het onderwerp bij dat neca verunt. Daar zij, die hebben gedood. En dit is hen, naar hen is accusativus in het Latijn, in het Nederlands trouwens ook. Hè. Hen is eigenlijk de accusativus van zij. Omdat het achter ad staat. En ad heeft altijd een accusativus bij zich. Dus het komt wel overeen in geslacht, mannelijk in dit geval, en getal, meervoud, maar niet per se in naamval. Dat is een goede belangrijke regel om te onthouden. Wat betekent dit nou eigenlijk? Hè? Dus ik laat je niet gaan als tribune naar de rostra en ook niet naar de oorlog, maar naar hen die broer Tiberius hebben gedood. Ze wil hem helemaal niet laten gaan. Hè? Maar als ze hem nu laat gaan, dan gaat hij niet weg. Als hij nu gaat, dan gaat hij niet in functie. Hè? Dus tribune, een belangrijk man. Volkstribune, hè? Iemand die opkomt voor het volk. Hè? Om het volk toe te spreken. Of nog mooi ook nog als soldaat naar de oorlog. Maar je gaat je eigen dood tegemoet. Als ik nu dat ga. Dat is wat ze bedoelt hiermee. En uiteraard, ik ga even iets over stijl zeggen. We hebben hier een uitroep, hè, dat noem je exclamatio in het Latijn. En antithese, dat is een tegenstelling. Hè. Dus niet als dit en ook niet naar, en ook niet de oorlog, maar naar dat. Dat is een antithese, tegenstelling. Om je eigen punt te maken. Dit hoeft ze hem niet te zeggen. Hè. Ze kan zeggen, ja, als je nu gaat, dan ga je naar de mensen die je broer Tiberius hebben gedood. Die senatoren weer. Maar doordat ze dit tegenover stelt, wordt deze mededeling sterker. Vi armorum non verbis controversiae nunc dirimuntur. Met geweld van wapens, niet met woorden, worden nu meningsverschillen opgelost. Controversiae, noem iets meer van, dirimuntur is natuurlijk presens passief, hentur, nieuw deze les. Wordt opgelost. Hier zie je een ablatief, dus in het meervoud van verbum, hè, woord, dus met woorden. En hier een ablatief van vis, vi is dat, een onregelmatig woordje, hè, dus met geweld. Een armorum, geen genitief van wapens, van arma natuurlijk. Hè. Hier zie je dat er geen
verbindingswoord er staat. We zouden kunnen invullen maar, hè, met geweld van wapens, niet met woorden, maar niet, en niet met woorden, of kunnen beter invullen en. Hè. Maar het staat geen verbindingswoord, dat noem je asyndeton. Ook weer, om die tegenstelling te benadrukken. Die tegenstelling noemen we dus een antithese weer. Ook een klein beetje een alliteratie zit erin. Weet je, zo'n klankherhaling van een medeklinker, vaak aan het begin van het woord, hè. Vi armorum non verbis. En in het midden trouwens ook controversiae. Maar goed, dat is niet heel sterk, want ze staan niet echt naast elkaar. En bovendien zit deze in het midden van het woord. Dus het telt eigenlijk niet. Ja, dus, ik kan niet meer praten. Het is nu meteen knokken geblazen. En consul unum unam modorem voelt tenecare. De consul wil maar slechts één ding. Jou doden. Deze staan allebei in de accusatieven, unam rem, het congrueert met elkaar. Dat staat modo tussenin om dat unam te versterken. Eigenlijk kan je beter zeggen, normale volgorde zou zijn consul modo unam rem voelt. Dat is best normaal Latijn. Maar door dat unam naar voren te halen, met, kan je het zo zeggen, dat modo niet naar achteren gehaald is, maar unam naar voren, voor krijgt dat een opvallende plek in de zin en valt het op en wordt het sterker daardoor. En vandaar dat groene streepje. Dat is vanwege de woordvolgorde. Tenecare, jouw doden. Tunecaberis, et omnes decum. En hij gelooft ook dat het gaat lukken. Namelijk, jij zult gedood worden. Let op de vorm. Hè. Neca is de stam. De B is futurum. De E is een bindvokaaltje. Even als een klinkertje tussendoor. Ris is de uitgang voor jij in het passief. Dus we hebben jij passief futurum. En dan van necare. Dus jij zult gedood worden. Zie je wat ik aanwijs? Jij zult gedood worden. Heel belangrijk om te zien waar die betekenissen vandaan komen. En dat is uiteraard een herhaling van het woord necare hier zo weer. Hè? Dus dat versterkt het nog een keertje. En dan een keertje et omnes tecum. En allen met jou. Tecum is een omdraaiing van cum te. Als je een koem hebt met een persoonlijk voornaamwoord, wordt het eigenlijk altijd omgedraaid en naar vastgeplakt. Dus met koem is het het geval. Het werd ook bijvoorbeeld met mekoem, secoem, vobiscum, nobiscum, maar ook zoals zelfs quibuscum of quocum, dat is een betrekkelijk voornaamwoord, quo en quibus. Dus dat is geen merkwaardig hoe dat gaat, maar zo werkt het alleen met Latijn. En allen met jou, dus al je volgelingen en medestanders ook. Sed mort tua non res publica non juvabitur. Maar door jouw dood zal de republiek, de staat, niet geholpen worden. Morte tua, van mors tua, dit is dan ablativus, dit is ook een ablativus, maar dit dan kan je dat niet zien uiteraard in de schrijfwijze. Het heeft wel een lange A, maar dat hoor je alleen, dat zie je niet. En in weer een futurum passief, dit was hier zo, dit was de jij-vorm, hier is de hij-vorm. Dus hij, of nou eigenlijk de staat, zal, zit hier, juvare helpen, dus geholpen toer worden. I is een bindvokaaltje weer, hè, voor de uitspraak. Want je kunt niet zeggen juvab toer, het wordt vanzelf juvabitoer. I toertje, ietje ertussen. Dus je gaat dood, maar de staat, ja, wat heeft die dan aan als je dood bent? Je moet juist blijven leven, zodat je je wetten kunt doorvoeren. Zorg dat je in leven blijft, daar heb je wat aan. En dan nog een keer nog persoonlijk argument. Cur abis, et me relinquis. Waarom ga je weg en laat je mij achter? Abis, de jij-vorm van abire. Hè? Ab eo, abis, abit. Gewoon een redelijk normale verbuiging, presens. Waarom ga je weg en laat je mij achter? Het is uiteraard een retorische vraag. Het is niet iets wat ze echt een antwoord op wil. Van, je weet weten waarom die weggaan. Maar het is eigenlijk een retorische vraag. Altijd een stelling in de vorm van een vraag. Hè? Een stelling, een mededeling, een uitroep, iets dergelijks. En van, je moet niet weggaan, je moet me niet achterlaten. Maar ze stelt het als vraag. En dan, dat maakt het eigenlijk op een of andere manier juist wel sterker. Te oro, noli aventinum occupare. Ik smeek je. Letterlijk, wil niet de Aventijn bezetten. De Aventijn, hè, die heuvel. Vlak in de buurt van de Palatijn, de belangrijkste heuvel van Rome. Waar, dat is de heuvel waar ze een aanhanger zich verzameld hadden. Occupare bezetten, gewoon infinitivus. Noli is natuurlijk eigenlijk een imperativus van nolle, niet willen. Dus het staat eigenlijk wil niet. Maar dat is eigenlijk een Romeinse manier of Latijnse manier om een, laten we zeggen, ontkend bevel, een negatief bevel te geven. Als je zeggen bezet, hè, jij moet bezetten, is gewoon occupa.
Maar hoe kan je zeggen, ja, je kan niet zeggen non occupa of zo, hè? Bezet niet, dat leg je nooit in het Latijn. Je zegt altijd noli en dan occupare. Zo werkt het nou eenmaal. Dus je kunt het letterlijk doen, wil niet bezetten of je moet niet bezetten of zo. Maar ik kan ook zeggen, bezet de Aventijn niet. Dat is wat ze bedoelen. Oro, ik smeek je ook nog hier. Heel sterk. Je hoort er bijna huilen. En dan, wat is de reactie? Gaius autem se e complexu uxoris abribuit et nihil dicens abiet. Gaius echter, abribuit perfectum. Van abripere, ontrukken. En ripere van raperen, rukken. Gaius echter ontrukte se zich. E is ex, he, uit. De complexu is de omhelzing. Is van de vierde verbuigingsgroep, dat is complexus, ablatief is complexu, heeft dat. Uit omhelzing, uxoris, is dan de genitief van uxor, dus van zijn vrouw. En letterlijk, niets zeggend, ging hij weg. En terwijl hij niks zei, ging hij weg. Die kennen ze het participium presens van dikere, zoals we helemaal in het begin zagen, lacrimans, van lacrimare. Hier, die kens van dikere, is niets zeggend, terwijl hij niets zei. Nihil, niets. Abiet, van abire, maar dan in perfect. En waar hier staat abis, hè, dat is presens, in de jij-vorm. Hij-vorm staat aan abit. Abiet, met een extra i'tje, maakt het opeens perfect. En dan krijg je abii, abiisti, abiet, abiimus, abiitis, abiistis en abierund. Dat is hoe het perfect eruit ziet. En niet zeggend, ging hij weg. En wat gebeurt op de Aventijn? Check even het volgende filmpje. Tot dan.